Bij het gemeentehuis wappert de vlag al heel vroeg. Het is voor een heel groot gedeelte oranje wat je ziet in het gemeentehuis. Oranje slingers, oranje vlaggen, oranje bloemen. Een heel feestelijk geheel. In de hal van het gemeentehuis staan een grote rij bloemen. En daarachter de koninklijke onderscheidingen die vandaag worden uitgereikt. Twee heren en vijf dames zijn uitgenodigd, met een smoes weliswaar, om naar het gemeentehuis te komen om vandaag onderscheiden te worden in de Orde van Oranje Nassau. We krijgen twee ridders en vijf leden in de orde. Van Oranje Nassau, en nu ben je er ook een van. Is dat nodig? Er waren mensen die dat nodig vinden. Het is ook wel bijzonder dat u hier staat, want heel veel van uw werk in de afgelopen jaren was vooral gericht op Ockenbroek. Dat is natuurlijk gemeente Deventer. Maar u woont net nog bij ons in de gemeente. Daar zijn wij dan ook wel weer heel blij mee. Mensen schrijven mooie dingen over u. Het werd net ook al gezegd. Heel erg betrokken. Veel inzet. Nooit te vergeefs een beroep op u doen. Bescheiden en het liefst achter de schermen. Ja, want u kwam uit Nieuw-Heten, woont u geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Buitengebied Nieuw-Heten. Nou ja, gewoon gemeenteraad natuurlijk. Ja, dat klopt zeker, gemeenteraad. Maar u kwam eventjes naar het gemeentehuis? Nee, ik zou met mijn zus een dagje uit. En wat moet je dan in het gemeentehuis? Ja, dat, de route, zij reed en de route ging hier naartoe. Dus op het laatst kreeg ik een flauw vermoeden. Kijk eens, dan had u vanmorgen ook het ganzenbord spelen in de krant gezien. Ja, en ik denk, ik ben zo weer bij punt 1. Ga terug naar af. Ik vond niet dat ik dat heel ver scoorde. Nou, u hebt 39 punten gescoord. Oh, ja, dat blijkt volgens mij ook wel. Maar ja, nou ja, goed, het zijn allemaal kleine dingetjes. Hè, dus, en als je het met plezier doet, is het goed, hè? Ja, maar we hebben de staat van dienst gezien en de burgemeester heeft het opgenoemd. U hebt er heel veel voor gedaan. Allemaal in Ockenbroek voornamelijk. Ja, hoofdzaak. Ja, van oorsprong kom ik ook uit Ockenbroek en we zijn ook Ockenbroek georiënteerd. Komen ook wel eens in Nieuw-Heten en in Heten met activiteiten. Maar het verenigingsleven en dergelijke, dat speelt zich wel in Ockenbroek af voor ons. Vereniging, school, kerk. Deze man is het gezicht van ondernemend Heino. Ook al woont hij tegenwoordig in Raalte. Maar dat geeft niet. Ik wil graag jouw zoon kort het woord geven voordat wij verder gaan. Ja, en ik heb een briefje. Want je moet zaken heel goed voorbereiden, heb ik altijd van pa geleerd. En zo wil ik dan ook beginnen. Ja, pa, daar sta je dan. De man die het woord controle zo ongeveer heeft uitgevonden. Maar deze grote regisseur die hier staat, die heeft vandaag even totaal geen vat op de gebeurtenissen. Dus dat gaat je goed mis vandaag. Herkenbaar? Ja, zeker. Ja. Dat is dan fijn, want dan komt dat ook wel overeen met wat ik nog ga vertellen. Ik ben benieuwd. Nou, want dat was wel wat terugkwam uit eigenlijk iedereen die jouw decoratie heeft ondersteund. Een man, een woord. Afspraak is afspraak. Maar altijd grote betrokkenheid. En ook wat Koen zei, anderen in hun kracht zetten. Je bent veel inzet, flexibel, constructief noemen ze het, maar ook kritisch. Okay. Giel Bisschop, jij kwam vanmorgen eventjes de Zwolse straat oversteken naar het gemeentehuis om te vergaderen. Ja, het was ongeveer 200 meter. Maar ik ben, zoals iedereen, compleet verrast. Je was keurig op tijd. Compleet niet opgerekend. Want Siska van het gemeentehuis ken ik verder goed, ook vanuit de verkiezingen en alles. En die komt bij mij aan de deur. Ik denk van, nou kom erin, kopje koffie, zeg het maar. Nou, dat ging dus allemaal niet door. Maar het was, ik vond het helemaal te gek. Nou, je hebt er een heleboel voor gedaan in je werkzame leven. En als vrijwilliger in Heino vooral, ook in Raalte. Van harte gefeliciteerd met deze hele mooie onderscheiding. Geniet ervan, maak er vandaag een mooie dag van. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Ik doe mijn best. Ja, ik moet nog even kwijt wat ik wel grappig vond. Dat de burgemeester kondigde aan. Dat waren twee mannen en vijf vrouwen. En toen kwam het applaus kwam heel traag van de grond. Toen dacht ik, hebben ze nou moeite om te applaudisseren voor die twee mannen of voor die vijf vrouwen? Maar goed, ik vond het heel grappig. Ik vond het echt heel erg leuk. Ja, ja. Ik weet niet wat de oplossing is. Ik ook niet, maar dat wil ik ook niet weten. De truc is gelukt. Ja. Ik zei net, zag jij een linkje, joh.
Als grap. Ja. Wat gaat gebeuren? Normaal gesproken ontvangen we onze gasten wel heel hartelijk, maar niet zo hartelijk. Ik denk dat velen van jullie Willy Haman kennen als Raaltenaar, ondernemer, netwerker, echtgenoot, vader en opa. Dus eigenlijk een gewoon mens. Vandaag gedecoreerd. Waarom? Willy is naast het runnen van zijn eigen bedrijf een bijzonder man. Actief op heel veel fronten. Vaak in de luwte. Sommige dingen mocht ik samen met hem doen. Dan voelde je zijn passie voor techniek. Andere kenmerken van hem zijn altijd rustig, luisterend, samenwerken, verbinden, nooit opgeven, nieuwe ideeën, soms boos worden om iets te bereiken, maar boven alles, alles met heel veel enthousiasme en geen tijd kon nooit een excuus zijn. Ik moest bij Jacques van Loeven zijn komen om wat na zorg te plegen over dingen die we afgesproken hebben en die niet afgewikkeld waren. Ik denk, dan gaan we gewoon hier naartoe. Ja, Rijmer heeft me opgehaald, maar het was een waarschijnlijke valstrik, zou ik nu begrijpen. Maar het was heel leuk. Je neemt hem niet kwalijk, toch? Nee, ik neem hem niet kwalijk. Nee, dit is meer dan de moeite waard. Daar kom ik graag voor. Ja, want voor al je verdiensten, Willy, voor de ondernemers in Raalte, maar ook al in Limmerveld, waar je ook al heel veel gedaan hebt, ben je onderscheiden tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Toch wel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ik had op niets gerekend, dus alles wat ik heb is gewoon, gewoon bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Van harte gefeliciteerd ermee. Ik zou zeggen, draag hem met heel veel plezier nog vele jaren. Maak er vandaag een mooie dag van. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Bart is al het vorig jaar gekregen. Dus u gaat niet naar Porsche? Ik weet niet of er wel echt vrijkaartjes zijn, maar ik ga nu vandaag decoreren. Omdat je zelf erg van gedichten houdt, vonden wij deze erg toepasselijk. Vrijwilliger worden is een kunst. Vrijwilligers krijgen is een gunst. Vrijwilligers hebben is een geluk. Vrijwilliger blijven een meesterstuk. Want vrijwilliger zijn, zoals jij ook altijd zegt, is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Is verbonden, maar niet gebonden, is onbetaalbaar, maar niet te koop, is positief denken en doen met als doel voor de ander en jezelf een goed gevoel. Want daar alleen kan liefde wonen, want daar alleen is het leven goed, waar men blij en ongedwongen alles voor elkaar doet. Een zachte blik, een goede daad, een vriendelijk woord, een blij gelaat. Al lijkt het soms weinig wat je doet, je geeft veel meer dan jezelf vermoedt. Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig, want iedere vrijwilliger is hard nodig. Jannie Jongman, onze collega van RTV Raalte. Jij kwam vanmorgen naar het gemeentehuis om een vergadering te houden. Nee, niet om een vergadering. Mijn vriendinnen hadden me meegelokt. Ik zou een dagje uit. En zij moest nog even haar rijbewijs ophalen op het gemeentehuis. Dus ik zei, nou, ik ga niet mee, ik blijf in de auto. Maar ja, ik moest eruit. En toen kwam de verrassing. Daar stond de burgemeester. En die zei van, u bent aan de beurt. Nou, ja, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. Ja, normaal horen we u bij RTV Raalte als stem bij de kerkdiensten. Maar nu is het een keer heel anders. Ja, nu iets anders, ja. Van harte gefeliciteerd. Hartelijk dank, ja. Ja. En geniet ervan, maak er een mooie dag van. Geniet er vast van. Dankjewel. Wij zijn heel blij dat jullie vandaag voor ons willen zingen. We hadden jullie altijd kunnen vragen, maar we hebben dit jaar jullie voor een speciale reden gevraagd. Want één van jullie leden zal vandaag gedecoreerd worden. En dat is mevrouw Rijntjes. Een beetje een verrassing, geloof ik. Ja, maar dat geeft helemaal niks aan. Kijk, heb ook een heleboel. Maar koken, heel belangrijk. Maar ook jeugd. Zelfs door het onderwijs. Maar bijvoorbeeld ook door een diabetesvereniging op te richten in Deventer, waar je ook veel met jeugd hebt gedaan. In de kerk natuurlijk, jeugdouderling, maar ook het bezoeken van anderen, van ouderen en zieken. En een derde die terugkwam was toneel.
41 jaar speel je toneel, of heb je toneel gespeeld. In Wezepen. En dat was natuurlijk de focus heel lang ook van jullie op Wezepen. Net zo mooi als de focus op Okkenbroek is. Allemaal Salland. Dus hartstikke goed. En de laatste jaren wonen jullie ofwel weer een hele tijd in Raalte. Ja, dan denk je dus, dat dacht ik ook, misschien krijgt iemand uit ons koor wel een lintje. En dat is mooi makkelijk en dan zijn we er meteen allemaal. En dat is wel leuk, dat heeft wel iets. Ja, maar nu stond allemaal klaar in de hal. Ja, en, maar ja, daar ga je natuurlijk helemaal niet van uit dat je dat zelf bent. Nee, dan word je er zelf uitgepikt door de burgemeester. Ja, nou ja, toen was ik ook helemaal af. Ik denk, nou ja, mijn mascara zou bijna uitlopen, maar dan heb je jezelf ook wel weer in de hand. Maar ik vind het echt ook heel mooi. Ik sta ook wel heel erg achter het lintjesregen gebeuren. En de symboliek erachter en alles met elkaar. En ja, je hebt altijd zoiets van, dat is dan voor anderen. Ja, je doet zelf ook wel vallen. Nou ja, goed, dat zal dan weer. Weet je, daar ben je je op een bepaalde manier wel bewust. Als ik zou zeggen dat dat niet zo is, nee, dat is eigenlijk ook niet zo. Maar dat vind je toch, wat de burgemeester ook zo vaak zei, dat is dan toch een beetje normaal. Nou, hartstikke welkom. U bent mevrouw Vilner? Ja. U had een afspraak, hè? Met uw schoondochter. Ja. Ja, met de wethouder. Oh jee. Dat moet u zijn. Normaal gesproken ontvangen we niemand zo op het moment dat u een afspraak heeft. Nee. Maar dat was ook omdat het een smoes was. Oh. Je bent erin geluisterd. Maar ook een luisterend oor, zorgvuldig en altijd een praatje maken. Belangstelling voor die ander, zoals de heer Koen hier ook al zei. Met veel enthousiasme. Ook als het met u zelf fysiek misschien even wat minder gaat, bleef u zich daartoe inzetten. En als u dan ziet, beste mensen, wat dat dan allemaal is wat je in een kerk kunt doen, ik denk dat u dan wel ongeveer alles hebt gedaan. U verzorgde lezingen tijdens vieringen, voorbeden, u bereidde het voor. Was de organisator en de voorganger van communievieringen. Coördinator van de werkgroep Avondwaken, wat net al werd gezegd. Belangrijk voor de uitvaartbegeleiding. Coördinator van de liturgie. Mevrouw Vilner, ja. U bent koninklijk onderscheiden. Hoe voelt dat? Het voelt heel goed, maar ook wel een beetje verbaasd. Ja, het kwam voor u ook als een complete verrassing vanmorgen. Als een complete verrassing. Ik zou met de schoondochter naar de Teheraan moeten voor een gesprek voor haar. En dat heb ik trouw gedaan. En ze kwamen maar niet. En leidden ons hier naartoe. En toen kwam de verrassing. En toen stond de burgemeester op te wachten. Nou, iedereen zich stilgehouden en heel veel mensen nog gesproken. De buurman vanmorgen nog gesproken en niks van gezegd. Dus, en die zei niks? En ik zei, jee, complete verrassing, ja. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Geniet u ervan? Ik zal ervan genieten. En ik zag even uw lijst van publicaties en bestuursfuncties en zo. Het was geloof ik 4, 5, 6 pagina's lang. Dus dat toont wel iets over de ambitie. Kunt u zeggen, dat is onderdeel van mijn werk. Exact. Maar heel veel daarvan was toch ook altijd in de vrije tijd. En nou ja, bedoeld om de samenleving vooruit te helpen. En die mooie brief van emeritus hoogleraar David Tol was daar wat mij betreft een hele mooie bekroning voor. We zullen hem u ook geven. En dat alles maakt dat de orde heeft aangegeven dat u niet alleen een goede bijdrage aan de samenleving heeft gegeven, maar u heeft werkzaamheden verricht, zo noemen ze dat, die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. En daarom heeft het de koning behaagd om u te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja, we hadden een afspraak met Wagemans over de Vlamenkorst. Ja. Nou, u stond zo even nog met hem te praten. Ja, we hadden in de auto al bedacht van wat gaan we zeggen en hoe gaan we het aanpakken. Dus dat is volkomen verrast. Ja. Maar Wagemans stond u op te wachten in de hal? Ja, ik denk, nou ja, de deur is dicht. En ik zeg tegen Henk, lintjesregen, is dat vandaag of over een paar dagen? Want Koninginnedag is nu Koningsdag geworden, dus ja, volkomen verrast. Ja. Toen stond de burgemeester er ook. Ja, die stond er ook. Nog steeds dacht ik niet voor mij. Ik denk, hij moet anderen dan opvangen. Wij zijn de ploeg voor zijn afspraak. Nee. Kijk, ik loop daar zomaar ergeloos in. Ja, helemaal. Nou, heel erg gefeliciteerd als ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dank u wel. U bent, voor zover ik me kan herinneren, de eerste dame die het krijgt hier in Raalte. Eerlijk? Oh, ja. Volgens mij wel, ja. Ja? Ja. Ik zou zeggen,
Geniet ervan, maak er een mooie dag van. Dank u wel. Meneer Bisschop, even aanschuiven. Sorry. En zo hebben we de verrassingen meegemaakt. De mensen die allemaal binnenkwamen, helemaal verrast. Ze kwamen vergaderen, ze hadden een afspraak, kwamen een rijbewijs halen. Van allerlei smoezen waren het uitgedacht om ze naar het gemeentehuis te lokken. De onderscheiding is er uitgereikt. U hoorde de burgemeester zeggen, hij is tevreden. En hij heeft een goed advies voor iedereen die nog een onderscheiding zou willen aanvragen. Voor iemand die dat verdiend heeft. Neem tijdig contact op met de gemeente. En wie weet is een vrijwilliger uit uw omgeving volgende week, volgend jaar, hier een van de gedecoreerden. Dank u wel.